Goedemorgen. Namens de protestante gemeente Wassenaar heet ik u hartelijk welkom in deze dienst die via het digitale kanaal wordt uitgezonden. Vanmorgen gaat dominee Esther de Pauw voor in deze dienst. De muzikale ondersteuning wordt door Anneke en Rijk Jansen verzorgd. Mijn naam is Nelleke van Duin. Er gaan vanmorgen 2 boeketten bloemen naar onze gemeenteleden. Het eerste boeket is bestemd voor mevrouw Dekker Hordijk, Emma Laan 3. En het tweede boeket gaat naar mevrouw Tjits Hoekstra, Isabella Land 150. Beiden met een hartelijke felicitatie. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor fondsenwerving Lievegoed. Dit is een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De bijdrage zal onder meer besteed worden aan de renovatie van de tuin. U kunt hier meer over lezen in PG Wekelijks. De bijdrage kunt u overmaken via de Scipio-app of op het rekeningnummer dat vermeld staat in PG Wekelijks en ook op uw scherm verschijnt. Afgelopen weken is de actie Kerkbalans voor 2021 van start gegaan. Het thema is dit jaar Geef vandaag voor de kerk van morgen. U heeft inmiddels een brief ontvangen met de uitnodiging een toezegging te doen voor uw vrijwillige bijdrage dit jaar. Ook uw jaarlijkse bijdrage is essentieel voor het goed functioneren van onze kerkelijke organisatie. En daarom doen wij een dringend beroep op u om gul te geven voor wat ons allen dierbaar is en ons in dienst staat om onze opdracht hier op aarde. Zeker nu is uw steun hard nodig omdat de inkomsten behoorlijk onder druk staan vanwege de coronabeperkingen. Wij zijn gelukkig een actieve en gezegende gemeenschap die midden in de samenleving wil staan en om wil kijken naar de mens binnen en buiten onze kerk. Naast uw inzet geef ons daartoe ook de middelen. Wij danken u bij voorbaat daarvoor. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wonderen die gij hebt verricht, opdat men alom spreken van uw kracht en roemen in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen. Uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen. En juichend zal men overal bezingen, uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat hij schiep, al wat hij uit de schoot der aarde riep. U loven, Heer, de werken van uw handen, de hemelen, de zeeën en de landen. U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden, die elke dag uw goedheid ondervinden. Aan het begin van deze dienst spreken wij de oeroude woorden uit, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, voor u, voor jou, voor iedereen die naar ons kijkt en luistert, voor mensen overal ter wereld. Amen. De laatste tijd heb ik wel eens het gevoel dat wij een beetje leven in Bijbelse tijden. Als je die Bijbelverhalen leest, dan lees je over onrust in de samenleving. Je leest over pandemieën en ziekte. Je leest over culturen en samenlevingen in verval. En als we een beetje kijken naar de huidige ontwikkelingen in de wereld, dan heb je soms het gevoel dat die oude tijden herleven en dat er eigenlijk niet zoveel nieuws is onder de zon, dat wij daar nu ook weer mee te maken hebben. En ik vind het dan wel eens leuk om die oud-testamentische verhalen in te duiken en dan ook vooral een beetje de vreemde verhalen waarvan we denken, waar gaat dat nu weer over? Die verhalen waarmee je niet zo snel een link legt tussen toen en onze tijd. En vandaag doen we dat met het boek Rechters, Richteren, zoals dat misschien is hoe u ermee groot geworden bent. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling is het Rechters genoemd. En wij lezen zo meteen met elkaar het verhaal van Abimelech, de zoon van Gideon, die koning wordt, die zichzelf tot koning uitmaakt. En in dat verhaal zit de prachtige fabel van Jotam. En die fabel is eigenlijk een hele mooie spiegel over wat machtspolitiek is en doet, hoe dat een samenleving verdeelt, maar ook hoe het tij weer kan worden gekeerd. En daarin is die fabel eigenlijk een prachtige spiegel ook naar onze tijd. Maar voordat wij met elkaar toe zijn aan de lezingen, willen wij eerst met elkaar bidden om Gods ontferming voor onze wereld. Wij bidden met elkaar ons Kyriëgebed. Heer, onze wereld is vol onrust en geweld. Mensen staan tegenover elkaar als vijanden en herkennen elkaar niet meer als broeders en zusters. Mensen wantrouwen hun overheid en voelen zich buitenstaanders van de samenleving. Mensen vechten voor eigen belangen, maar vergeten die van anderen. Mensen zoeken naar bevrijding, maar raken juist meer gevangen. Mensen voelen zich onmachtig en grijpen naar macht als wapen. En daarom roepen wij tot u, om de machten van geweld en vijandschap te doorbreken met de zachte krachten van uw liefde, uw recht
uw vrede. Schep een nieuwe geest in ons. En doe ons opstaan in het geloof dat liefde ons verbindt en heelt. En dat er altijd licht is. Uw licht, dat schijnt in de duisternis. En dat wij ook uw licht kunnen en mogen zijn. Zo bidden wij u zingend. Ik lees met u uit het boek Rechters en dan beginnen we aan het eind van hoofdstuk 8. En dan lezen we door tot in hoofdstuk 9, vers 21. Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baals aan te lopen. Ze verhieven Baal-Berit tot God en vergaten de Heer hun God, die hen had bevrijd van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze de familie van Jerubbaal niet de verontschuldigde dankbaarheid voor al het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder woonde, en zei tegen zijn ooms en neven: leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser willen hebben: de 70 zonen van Gideon of één man die vooral bovenal hun bloedverwant is. Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. Ze gaven hem 70 shekel uit de tempel van Baal-Berit. Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze avonturiers. Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de 70 zonen van Gideon, stuk voor stuk ter dood bracht op één en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. Daarop kwamen de burgers van Sichem en Bet-Milo bij de eik van de gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot koning uit.
Toen Jotham dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top: "Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren." Eens gingen de bomen erop uit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: "Wilt u onze koning zijn?" Maar de olijfboom antwoordde: "Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?" Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: "En u, wilt u onze koning zijn?" Maar de vijgenboom antwoordde: "Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?" Toen vroegen ze het aan de wijnstok: "En u, wilt u onze koning zijn?" Maar de wijnstok antwoordde: "Zou ik ophouden mijn sap af te staan dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?" Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: "En u, wilt u onze koning zijn?" En de doornstruik antwoordde: "Als u mij werkelijk tot uw koning wilt salven, kom dan maar hier in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren." Welnu, burgers van Sichem, als u te goede trouw gehandeld hebt toen u Abimelech tot koning uitriep, als u Gideon en zijn familie de verontschuldigde dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn vader naar zijn verdiensten hebt beloond, hij is immers voor u ten strijde getrokken. Hij heeft voor u zijn leven op het spel gezet. Hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan. Maar u bent vandaag tegen mijn familie in opstand gekomen. U hebt de zonen van mijn vader, 70 man, op één en dezelfde steen ter dood gebracht. En u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen, omdat hij familie van u is. Als u kortom vandaag de goede trouw gehandeld hebt ten opzichte van Gideon en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar zo niet, dan zal er uit Abimelech een vuur komen dat de burgers van Sichem en Bet-Milo zal verteren. En er zal uit de burgers van Sichem en Bet-Milo een vuur komen dat Abimelech zal verteren." Daarop nam Jotham de vlucht. Hij week uit naar Beer en bleef daar wonen, buiten bereik van zijn broer Abimelech.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij leven in een democratisch land en in een democratisch stuk van de wereld. Maar dat democratie kwetsbaar is en al enige tijd onder druk staat, is ons zeker ook in de afgelopen weken weer duidelijk geworden. We zien het in de agressieve politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten, met als dramatisch hoogtepunt de bestorming van het Capitool. We voelen het in ons eigen land, met ons eigen dramatisch hoogtepunt de afgelopen week, met de rellen diverse avonden in diverse steden. We zien het al jarenlang in de opkomst van populistische partijen in ons land, in heel West-Europa. En de opkomst van populisme is altijd een veegteken van samenlevingen die in crisis zijn. Van samenlevingen waarin de onderlinge verbondenheid, gedeelde en normen en waarden aan het wegebben zijn. Waarin mensen het gevoel hebben dat ze zich niet altijd meer in de gemeenschap en in de samenleving kunnen herkennen. En groepen van elkaar vervreemden en tegenover elkaar komen te staan. En dat is ook het terugkerende refrein in het boek Rechters. Een boek waarin we telkens lezen dat het misgaat als er wordt ingeleverd op de gemeenschappelijke belangen. Als mensen hun eigen belangen gaan stellen boven die van de samenleving als geheel. En in het boek Rechters is het dan telkens het refrein dat men de wetten van de Heer die gericht zijn op het samenleven vergeet. En dat ieder gaat doen wat goed is in zijn eigen ogen. Zoals bijvoorbeeld Abimelech, de jongste zoon van de rechter Gideon. Want na de dood van Gideon leidden zijn 70 zonen het land. De politieke macht is dus niet in handen van een enkeling, maar van een groep. Van 70 mensen. Dan heb je stem en tegenstem. Dan heb je een vorm van democratie. En die 70 zonen van Gideon doen ook denken aan de 70 oudsten die Mozes bijstaan tijdens de reis van het volk door de woestijn. En die 70 oudsten die staan ook in dienst van de Torah. Voor hen gaat het recht altijd boven politieke macht. Maar zo niet voor Abimelech. Abimelech geeft niet zozeer om recht, maar hij geeft wel om macht. En hij trekt dan ook naar Sichem, de stad van zijn moeder, en hij doet de Sichemieten een offer they can't refuse. Hij legt ze de vraag voor: door wie worden jullie liever geregeerd? Door een elite op afstand of door een van jullie uit je eigen midden? Wie denk je dat jullie belangen beter zal behartigen? De Haagse kliek? Of een die onder jullie is geboren? Een van je eigen bloedverwanten? Wat heb je liever? 70 zakkenvullers? Of één sterke man who will make us great again? Want in hoe Abimelech hier te werk gaat, zie je dat hij slim gebruik maakt van populistische principes. Hij roept een vijandbeeld op van de 70 zonen van Gideon. Hij doet alsof zij op afstand staan. Hij wekt vervreemding. Hij maakt een scheiding tussen wij en zij. En hij roept een dynamiek op van vervreemding, vijandschap en slachtofferschap. En hij presenteert zich aan de Sichemieten als hun broeder die opkomt voor hun belangen, maar verloochent daarbij zijn eigen broederschap met de 70 zonen van Gideon. Sterker nog, zodra hij de kans krijgt, pleegt hij broedermoord en slacht ze één voor één af op dezelfde steen. Alleen de jongste ontkomt, Jotam. En alleen hij ontmaskert in zijn fabel het ware karakter van Abimelech, het ware karakter van de machtspoliticus, en legt in die fabel ook de gevaren bloot waar een samenleving zich in begeeft op het moment dat ze gaat roepen om sterke leiders.
Want op het moment dat een samenleving gaat roepen om een sterke man, om sterke leiders, is dat een teken dat een samenleving zijn heil meer begint te zoeken in macht dan in recht. Dan is dat een teken van een samenleving waarin mensen meer op zoek zijn naar hun eigen belangen die moeten worden verdedigd, dan zich in dienst te stellen van gemeenschappelijke belangen. Het is een teken van een samenleving die het geduld en het onderlinge vertrouwen in elkaar verliest en daarmee ook het geduld en het vertrouwen verliest in het moeizame en onzekere proces van democratie, waarin je met elkaar zoekt naar de beste weg, waarin je daardoor ook met elkaar in gesteggel komt, in belangenconflicten, in compromissen. Het is een teken van een samenleving die ondemocratischer wordt, omdat ze geen zin meer heeft in de moeite die een democratisch proces en besluitvorming kost. Want samenleven is niet makkelijk. En democratie is niet makkelijk. Democratische processen zitten vol valkuilen en beperkingen en gebreken. Democratie is een feilbaar proces van feilbare mensen, waarin vaak fouten worden gemaakt, waarin soms ronduit domme beslissingen worden genomen en er ook vaak veel te lang wordt doorgesukkeld met iets wat helemaal nergens toe leidt. Democratie is ook niet per definitie eerlijk. Ze is gebaseerd op het principe dat ieder mens gelijkwaardig is, maar we weten allemaal dat het hebben van een principe nog iets heel anders is dan de praktijk. En dat ook in democratische samenleving er wel degelijk veel ongelijkheid is. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs, waarvan we graag willen dat het de grote gelijkmaker is. Maar als je de laatste weken de prachtige documentaire Klassen hebt gezien, dan zie je ook weer hoe moeizaam dat is om dat met elkaar echt voor elkaar te krijgen. En wat dat betreft denk ik dat velen van ons ook echt wel begrip hebben voor de boosheid en onvrede die er is bij bepaalde groepen in onze samenleving, die er is bij veel mensen die stemmen op populistische partijen. We begrijpen denk ik wel en zien wel dat veel mensen zich terecht machteloos voelen ten opzichte van een hoger opgeleide, kansrijkere elite, waar ik mezelf trouwens ook toe reken, die wel makkelijk met de mond beleidt dat die gelijkheid en kansen er voor iedereen moeten zijn, maar ondertussen er toch best handig in is om de eigen zaakjes wel goed te regelen, maar zich veel minder inspant om die ook te regelen voor onze minder mondige en meer kwetsbare medebroeders en zusters in de samenleving. En we kunnen soms heel verontwaardigd zijn over standpunten van populistische leiders of mensen die daarop stemmen. Maar ik denk ook dat we moeten durven zien waar wij zelf ook in onze passiviteit bijdragen aan een voedingsbodem voor populisme. Want populisme komt in de geschiedenis altijd op in tijden waarin in een samenleving de kloof tussen arm en rijk groter wordt, de kloof tussen kansrijk en kansarm groter wordt en waarin de onderlinge verbondenheid en solidariteit en gemeenschappelijke normen en waarden beginnen weg te ebben en ons door de vingers glippen. En wij verwachten allemaal veel van de samenleving als het gaat om het vervullen van onze eigen behoeften. Maar ik denk als we kritisch zijn naar onszelf, dan zien we dat we minder geneigd zijn om ons ook echt in te spannen voor het gemeenschappelijk belang en daarvoor ook eigen belangen op te offeren. En als dat in een samenleving gaande is, dan krijg je een maatschappij met winnaars en verliezers. En dan krijgen mensen als Abimelech, die de verliezers beloven dat ze winnaars kunnen worden en de winnaars eindelijk eens zullen laten voelen wat het is om te verliezen, die krijgen dan een kans.
Maar de waarschuwing van Jotam is dat een samenleving van winnaars en verliezers uiteindelijk een samenleving is waarin iedereen verliest en niemand wint. Want dat is wat hij zo mooi vertelt in die fabel waarin hij ons voorhoudt dat de koningen, dat de bomen op zoek gaan om een koning te kiezen. Een koning die ze helemaal niet nodig hebben. Want wat levert het op als de ene boom een beetje boven de andere uit gaat wuiven? En dat is ook het antwoord wat de vijgenboom en de olijfboom en de wijnstok geven als hen wordt gevraagd om koning te willen worden. Zij zeggen: waarom zouden wij onze gaven, onze vijgen, onze wijnranken, onze olijven, waarom zouden we het opgeven om die te kunnen geven aan iedereen? Om zelf een beetje boven iedereen uit te kunnen tronen. Zij beseffen dat de samenleving er het beste mee is gediend als iedereen zijn gaven inzet voor het gemeenschappelijk belang. En niet door degene die zichzelf verheffen. Je moet juist oppassen voor degene die zichzelf verheffen, zegt deze fabel. Want dat zijn meestal de doornstruiken. Als er één boom onproductief is, dan is het wel een doornstruik. Hij draagt geen enkele vrucht. Het is een laag bij de grond rotstruikje, waar je alleen maar in vast komt te zitten en die je prikt. Het is een blaaskaak met een grote mond vol loze beloften: kom maar in mijn schaduw staan. Heb je wel eens gezien hoeveel schaduw een doornstruik geeft? Daar kan echt geen enkele boom in staan. En ze zijn prikkelbaar en stekelig van karakter en licht ontvlambaar. Strijk je ze tegen de haren in, dan keren ze zich onmiddellijk tegen je. En dat is natuurlijk de kracht van dit beeld, want hierin herken je menig tiran of tyranniek persoon. Denk aan een Trump of een Poetin, die bij de minste of minste tegenstand hun tegenstanders ontslaan, vernietigen, vuur spuwen. Ze kunnen geen tegenspraak verdragen. Maar dat vuur is ook heel gevaarlijk. Want in dat vuur kan het wel eens gebeuren dat iedereen ten onder gaat. De goede met de kwade. Dat is de waarschuwing die Jotam afgeeft en die dit verhaal afgeeft. Want het loopt slecht af tussen Abimelech en de Sichemieten. Ze vernietigen uiteindelijk ook echt elkaar. Dat is het doemscenario waar het boek Rechters voor waarschuwt. En dat is ook het doemscenario dat door sommigen in onze tijd wordt gevreesd. Dat ook in onze samenlevingen de weg alleen maar naar beneden gaat en het tij niet meer kan worden gekeerd. Maar gelukkig is het doemscenario niet de boodschap die het boek Rechters afgeeft. Het boek Rechters is uiteindelijk een boek van hoop. Het laat zien hoe het kan ontaarden, maar het heeft ook altijd de hoop en het vertrouwen en het geloof dat het tij gekeerd kan worden. Het tij kan namelijk steeds weer worden gekeerd door rechters. Door mensen die recht stellen boven macht. Door mensen die opkomen voor een rechtvaardige samenleving. Die zich in dienst stellen met hun gaven voor het gemeenschappelijk belang. Die levend vanuit Gods wetten en Gods richtlijnen het goede voor iedereen voor ogen hebben. En alle mensen als hun broeders blijven zien, ook als de ander hen tot vijand heeft verklaard. En dat is denk ik voor ons allemaal ook zo hoopvol geweest in de inauguratie van Joe Biden. Dat hij heeft geweigerd om die taal van vijandschap en vervreemding te blijven spreken, maar dat hij in een verbindende taal heeft gesproken. Dat hij ook zijn tegenstanders, zijn politieke vijanden, dat hij daarop niet met vijandigheid heeft geregeerd, maar hen is blijven zien en blijven aanspreken als zijn medebroeders en medezusters in de samenleving.
En dat was ook de kracht van de hoopvolle boodschap van die jonge dichteres Amanda Gorman. Die ook die hoopvolle woorden uitsprak. Dat er altijd licht is. En dat wij dat licht altijd kunnen zijn. Die hoop is er. Het tij kan altijd worden gekeerd. Maar het vraagt van ons om maatschappelijke betrokkenheid en om maatschappelijk leiderschap. Het vraagt van ons ook om een volwassen burgerschap, waarbij we beseffen dat politieke leiders niet die vervreemding en dat losraken van ons sociale web kunnen oplossen. Wetten creëren geen broederschap. Wetten zijn er om rechten te beschermen, om vrijheden te bieden. Maar onderlinge solidariteit is iets dat wij in ons samenleven met elkaar vorm moeten geven. Dat is iets waar wij zelf leiderschap in moeten nemen. Waar wij zelf in op zoek moeten gaan naar elkaar. Waar wij als burgers zelf met elkaar verbonden moeten willen zijn. En elkaar moeten blijven opzoeken als broeders en zusters. En in diverse analyses die ik tegenkom over wat er gebeurde in Amerika, maar ook wat er gebeurt in ons eigen land, ook rondom de rellen afgelopen week, kom je eigenlijk telkens dit pleidooi weer tegen. Dat we met elkaar beseffen dat we ons gemeenschapsleven weer moeten versterken. Weer moeten gaan zoeken en versterken onderlinge normen en waarden. En meer verbindingen onderling moeten creëren en scheppen. En ik kwam daarbij ook een interessant artikel tegen, die erop wees dat juist wij als liberale kerken daarin misschien best wel eens een sleutelrol zouden kunnen spelen. Omdat wij aan de ene kant volop staan in onze moderne samenleving, maar aan de andere kant ook geworteld zijn in die christelijke, morele traditie van normen en waarden die ons telkens weer willen vormen tot mensen die leven in solidariteit, in broederschap, in zusterschap, in onderlinge verbondenheid. Wij dragen de bronnen met ons mee. En als het goed is, oefenen wij ons als christen in een levenshouding waarmee wij de samenleving kunnen en mogen voeden. En misschien ook wel als kerken, na coronatijd, concrete initiatieven kunnen ontwikkelen om weer meer onderlinge verbondenheid en solidariteit vorm te geven. Zodat we misschien weer iets van het geduld en de hoop en het vertrouwen in elkaar versterken. Amen.
Wij willen met elkaar danken en bidden. God van recht en vrede, wij danken u dat u ons met uw woord en geest leidt op de weg naar vrede in ons hart en naar vrede in onze samenleving. Wij danken u dat uw bevrijdende krachten altijd onder ons aan het werk zijn, ook in tijden van crisis. Dat u de bron bent van hoop en nieuwe toekomst. Wij danken u voor al het goede dat onze samenleving ons geeft. Wij danken u dat wij wonen in een democratisch land met sterke instituties en dat de meeste mensen in ons land het goede voor elkaar willen. Maar wij bidden u versterk in ons de geest van gemeenschap en geef dat wij minder gericht zijn op onszelf en meer op de ander. Geef dat wij als christenen en als kerken maatschappelijk leiderschap tonen. Dat wij mensen en plaatsen zijn die samenbinden, helende woorden spreken en daden doen. Wij bidden u voor de ondernemers die getroffen zijn door de rellen van afgelopen week. Wij bidden u voor allen die de coronamaatregelen zeer zwaar vallen. Wij bidden u voor hen die ons regeren om wijsheid en een gerichtheid op het goede en rechtvaardigheid. Wij bidden u voor hen die ziek zijn onder ons. Voor hen die weten dat hun leven ten einde loopt. Voor hen die rouwen. Voor ieder van ons in zorg, in angst, in pijn. Draag ons allen in uw helende kracht en vrede. God, er is zoveel dat in ons is. Hoor ons als wij in stilte ons hart voor u openen. Verhoor zo onze gebeden en hoor ons als wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Zo mogen wij deze week ingaan, in vrede en in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De levende behoede en bewaren u op al uw wegen. De eeuwige zegenen u met liefde en goedheid in al uw daden. De liefdevolle geeft u zijn vrede in uw hart. Amen.